Goedendag allemaal, ik ben dokter Van Gemeulenaar, cosmetische arts in de praktijk voor injectables. En vandaag gaan we het hebben over hoe een gezond immuunsysteem niet alleen cruciaal is voor je algemene gezondheid, maar ook direct invloed heeft op hoe mooi en jeugdig je huid eruit ziet. De huid is niet alleen een barrière tegen schadelijke stoffen, maar ook een belangrijk immuunorgaan. En een goed functionerend immuunsysteem helpt bij het voorkomen van acne, rimpels en andere huidaandoeningen. Uw uiterlijk. Een snelle en effectieve immuunreactie kan helpen bij het minimaliseren, verkleinen van littekens en huidbeschadiging, wat resulteert in een mooie huid. Cytokines en groeifactoren zijn daar dus belangrijk in en zijn niet alleen belangrijk voor de immuunrespons, maar ook voor het behoud van een gezonde, stralende huid. Ze spelen een rol bij celvernieuwing en kunnen helpen bij het verminderen van tekenen van veroudering, zoals rimpels en fijne lijntjes. Verouderend immuunsysteem kan leiden tot een doffere huid en het ontstaan van ouderdomsvlokken. Door je immuunsysteem gezond te houden, kun je deze tekenen van huidveroudering vertalen. Een gezond immuunsysteem is niet alleen goed voor het afweren van ziektes, maar ook voor het behouden van een jeugdige, mooie huid. Door bijvoorbeeld een dieet rijk aan antioxidanten te volgen en voldoende te bewegen, kunt u zowel uw immuunsysteem als uw huid een boost geven. Er zijn ook nog andere middelen, zoals polynucleotide, die dat ook eventueel kunnen. Ben je geïnteresseerd hoe een gezond immuunsysteem kan bijdragen aan een mooie huid? Ik wil dat in de komende filmpjes meer en meer gaan uitleggen, dus abonneer je op mijn kanaal.